Heb jij altijd willen weten hoe een meubel van begin tot het eind tot stand komt? Blijf dan vooral even kijken, want Sebastiaan Sanders van Leolux gaat mij dat laten zien. Ik heb een bank besteld en zelf invulling gegeven aan alle details. En die gaat vandaag gemaakt worden. En volgens mij mag ik meekijken met het productieproces, toch? Klopt. We beginnen dadelijk even bij de montage. Je kunt zien dat de romp gemaakt wordt. Dat is die kant uit, dus loop er even mee. Dan kun je het meteen zien. Dus hier wordt het binnenwerk van de meubel gemaakt? Ja, je bent hier in de rompenmontage aangekomen. Hier worden de beukenhouten rompen eigenlijk in elkaar gelijmd. Vervolgens wordt in de afdeling hiernaast wordt het schuim erop aangebracht. Ja. Afhankelijk van welke soorten schuim je erop aanbrengt, zie je beneden je pakketjes liggen. Ja. En hoeveel het laagje is, wordt het steviger of zachter het meubel wat je wil hebben. En wat gebeurt er dan? Nou, dan als het daar klaar is, gaat het hier op de lift. En dan gaat het aan de overkant naar de andere afdeling, de stofvidderij. Maar wij gaan eerst even kijken naar de bekleding die erop gaat. Ja, gaan we doen. Nou, we zijn hier op de locatie waar de bekleding verwerkt wordt. Ja. Er zijn verschillende soorten. Je hebt leer en je hebt stoffen. Dat is eigenlijk een kwestie van smaak wat je dan het liefst zelf hier bang voor hebt. Ja, maar dat is vaak wel het allermoeilijkst. Want er is natuurlijk ontzettend veel keus. Maar ik heb twee kleuren rood leer gekozen. Nou, leer is een heel mooi product. Ja. Je hebt er wel een moeilijk product uitgekozen. Dat is een natuurproduct. Er zitten vaak foutjes, beschadigingen in. Dan wordt hier heel goed gekeken van ja, waar zitten die dingetjes. Waarmee we die maldelen zo efficiënt mogelijk inleggen. Waardoor je dus eigenlijk de beste stukjes krijgt die je voor de bank kunnen verwerken. Nou, hier zie je het atelier. Hier worden de stukken die je net hebt gezien die uitgesneden zijn, worden hier aan elkaar gestikt tot de meubelhoes. Hier wordt het garen gebruikt wat aan de binnenkant zit. Dat zie je niet. Dadelijk voor de buitenkant moet je even uitzoeken welk siergaren je erop. Oh, dan kun je ook nog kiezen. Dan kun je ook nog kiezen. Ja, ik vind gewoon rood wel mooi, denk ik. Dit is jouw bank. Ja, en hij zit lekker, hè? Ik vind hem heel mooi geworden, absoluut. Maar er kwam wel echt veel meer handwerk bij kijken dan ik dacht, eerlijk gezegd. Mag ik jou bedanken voor de rondleiding en de informatie? Hij gaat een heel mooi plekje krijgen. Super.